Plastraining. Je puppy zo snel mogelijk zindelijk maken, dat is misschien wel het belangrijkste of het eerste dat jij je puppy wil leren. Goed nieuws. Zindelijkheidstraining hoeft helemaal niet moeilijk te zijn en het kan best snel gaan. Honden zijn van nature propere dieren en bevuilen helemaal niet graag hun eigen slaapplaats. Sommige puppy's zijn op 1 week al volledig zindelijk, anderen doen er wat langer over. Alles dus op het tempo van jouw puppy. Ontdek samen met ons de plastraining. Hey, mijn naam is Femke en als puppytrainster heb ik al jaren ervaring in mijn eigen puppyschool. Structuur tijdens de zindelijkheidstraining is echt belangrijk. Naar buiten om een plasje te doen, elke keer na het eten, spelen en slapen. Probeer er sowieso elk uur mee naar buiten te gaan in het begin. Hoe vaker de puppy de kans krijgt om buiten zijn behoefte te doen, hoe kleiner de kans dat hij binnen in de fout gaat. Hou je puppy ook zeker en vast in het oog. Gaat hij aan de deur of aan het raam zitten, is hij enorm hard aan het rondsnuffelen of zelfs rondjes aan het draaien, dan is de kans groot dat hij zijn behoefte moet doen. Snel naar buiten dus. Gebruik de bench. Op momentjes dat je even niet op je puppy kan letten, raden we je enorm hard aan om hem even in de bench te steken. De blaas wordt veel minder geprikkeld omdat je puppy rustig slaapt en zal hij ook minder snel de behoefte hebben om te moeten gaan. Heb je toch een puppy dat zijn behoefte doet in de bench, dan is de bench wellicht veel te groot, waardoor hij de kans krijgt om toch zijn behoefte te doen en ook nog in een ander hoekje proper te gaan liggen. Probeer dan tijdelijk de bench even te verkleinen. Dit kan je doen door er een kussen of een deken in te leggen. Ontdek hier de volledige video over de benchtraining van je puppy. Een ongelukje. Is er toch een accidentje gebeurd in huis? Word dan zeker niet boos op je puppy. Duw hem zeker niet met zijn neus in de plas. Je puppy begrijpt daar niets van en dit heeft enkel een negatief effect op de band die je probeert op te bouwen met hem. Daarbij wil je dat je puppy zich veilig voelt bij jou en wanneer je boos wordt voor een accidentje, kan je bekomen dat hij nooit meer durft te plassen in jouw aanwezigheid. Dit bemoeilijkt dus alleen maar de plastraining. Maar hoe moet je dan wel reageren? Dat hangt ervan af of je hem kan betrappen of niet. Indien je hem in the middle of the act kan betrappen, ga je er rustig naartoe, neem je hem op en stap je ermee naar buiten en laat je hem daar gewoon verder doen. Ook al was hij initieel binnengestart, beloon hem toch uitbundig om buiten te eindigen. Zo zal hij leren dat binnenplassen geen beloning oplevert, maar buiten wel. Indien je hem niet hebt kunnen betrappen en je gewoon een plasje ziet liggen in huis, valt er helaas niets meer aan te doen. Zet hem toch eventjes buiten of op een plek waar hij je niet kan zien wanneer je alles opruimt. Sommige puppy's kunnen namelijk nog vaker in huis plassen als ze zien dat jij hun plasje opruimt. Dat is natuurlijk ook een vorm van aandacht krijgen. Wat als ik mijn puppy niet zindelijk krijg? Lukt het jou niet je puppy zindelijk te krijgen? Indien je bovenstaande stappen goed hebt doorlopen, maar het lukt toch maar niet je puppy zindelijk te krijgen, dan kan het altijd zijn dat er een medische of psychologische reden achter schuilt. Plastraining werkt niet door psychologische oorzaak. Een demoed plasje kan bijvoorbeeld een psychologische oorzaak hebben. Zo kan hij een plasje doen wanneer hij zich enorm onderdanig voelt of angstig is. Ook reutjes kunnen sneller binnenplassen om hun territorium af te bakenen. Dat vloeit ook vaak voort uit onzekerheid over hun plaats in huis. Een gedragstherapeut voor honden kan jou hierbij helpen. Plastraining werkt niet door medische oorzaak. Ook een medische reden kan de oorzaak zijn dat ze binnen plasjes doen als gevolg van bijvoorbeeld een blaasontsteking. Dus lukt het niet jouw puppy zindelijk te krijgen, dan kan het zeker geen kwaad om met een dierenarts te overleggen. Zo, met deze basistips voor de plastraining van je puppy kom je al een heel eind ver. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via de reacties hieronder. Indien je meer info wilt over de zindelijkheidstraining of hoe je de bench kan aanleren, bekijk dan zeker even onze andere filmpjes. Abonneer je op ons kanaal als je deze video handig vond. Ons puppypakket werd onlangs verkozen tot beste product van het jaar. In het pakket zit 3 kilogram gepersonaliseerde voeding van Just Russell, een uitgebreide puppygids, 3 hondenspeeltjes, trainingkoekjes en nog veel meer. Kijk even naar de links hieronder om het beste puppypakket te bestellen.